Beste relaties, vrienden, collega's, bestuurders, familie, of in welke hoedanigheid dan ook dat u bij onze organisatie Vissen en Vissen betrokken bent, vanaf deze plaats van harte welkom. Van harte welkom op een hele bijzondere avond. 25 jaar geleden zijn Ger en ik begonnen met een kantoor. We wilden, zeg maar, zo'n beetje onszelf blijven. Niet te groot worden. Een beetje wat kleinere organisatie. Of dat gelukt is, mag u zelf zeggen. We hebben in ieder geval vanavond een zaal vol fantastische mensen hier in de Doelen. En of dat kleiner dan gelukt is, mag u zelf bepalen. In die 25 jaar hebben wij ook ondervonden dat er wijze woorden zijn die een hele grote inhoud hebben. Alles heeft zijn bestemde tijd. Dat geldt voor het verleden, dat is van toepassing voor het heden en dat zal ook blijven voor de toekomst. Dat geldt ook voor onze organisatie. In welke fase of in welke groter die organisatie zich dan ook bevindt. En daarom zijn we ontzettend dankbaar en zijn wij heel erg blij u hier te mogen ontmoeten. En wij zeggen daarom vanwege die dankbaarheid ook Soli Deo Gloria. Voor ons is Rotterdam een hele bijzondere plaats. Wat de meesten van u waarschijnlijk niet weten, wij zijn er ooit gestart. En daarom deze avond juist hier in Rotterdam. De stad van de daden. Dat spreekt ons wel aan, zult u waarschijnlijk begrijpen. Weet u allen meer dan welkom vanavond. Uiteraard voor vanavond, maar ook voor de toekomst. En dan niet hier, maar op een van onze 10 vestigingen. Namens de medewerkers, namens de directie, namens de complete club van Visser en Vissen, heel, heel veel luistergenot vanavond toegewenst. Dank u. Goedenavond allemaal. Ik doe dit vaker,
maar niet voor zoveel mensen. En toen was er een collega van mij en die zei vanochtend, kwam nam een boek mee van Godfried Bomans. En het ging over het spreken in het openbaar. En hij zei, joh Arie, eventjes om jou even te helpen, te assisteren van, joh, hoe moet je dat nou doen? Want ja, 1700 mensen toespreken, dat is toch wel wat anders dan een gesprekje leiden met 2, 3 mensen, misschien 10, 20, hè, maar dan houdt het wel een beetje op. Hij zegt, weet je, Godfried Bomans heeft geschreven, als je nou zo'n toespraak gaat houden, doe je net of er 1 iemand in de zaal zit. Dus dat ga ik nu elke keer doen, dus ik denk elke keer dat er maar 1 iemand in de zaal zit, dus dan ga ik een soort 2 gesprek houden met u en met u, zeg maar, hè, om maar een beetje van de zenuwen te bekomen, zeg maar. Want ja, ik ben ook maar een amateur. Hè? U heeft het gezien en misschien is dat ook wel goed om dat eventjes aan u toe te lichten. U heeft een prachtige agenda gekregen, uitnodiging gekregen, waarin is aangekondigd wat u allemaal vanavond krijgt te horen. En ja, wat lees je dan? Hè? Allereerst Sinfonia Rotterdam. Tweede, Martijn en Stefan Blaak. Herman Pleij en Arie Plug. Nou, nu ga ik ervan uit dat jullie voor het laatste zijn gekomen. Maar dat is even goed om dat even toe te lichten, zodat u ook weet hoe dat nou in elkaar zit. Want wij zijn een accountantsorganisatie en fiscalisten. Ja, hoe gaat dat nou? Hè? Wij hebben een 25-jarig jubileum en dat ga ik dan straks ook nog wel wat toelichten. 25-jarig jubileum, dan zitten we met elkaar en zeggen we, ja, we willen een event organiseren. Ja, hoe gaat dat dan met zo'n event? Dan gaat het er niet om wat gaan we doen. Nee, we beginnen wat mag het kosten. Ja, dat, zo zijn wij, accountants, fiscalisten, wat mag het kosten? Nou ja, en dan wil je, hè, dat is ook de economische begrippen, hè, van nut en noodzaak. Dan zeg je van ja, het mag zoveel kosten, nou ja, maar dan wil je wel topprestatie hebben. Dus we hebben top aan orkest, hè? We hebben een top aan pianisten, we hebben een top spreker, hè? Dat is iemand die elke dag spreekt, die spreekt net zoveel, hè? Die maakt net zoveel lezingen als dat hij eet en drinkt. Ja, en toen was het geld op. En toen zeiden ze van, joh, Arie, jij kan dat ook best wel. Dus in een hele andere constellatie heeft iemand wel eens gezegd, hier sta ik, je kan niet anders. Maar hè, dat is een hele andere constellatie, maar zo voel ik me wel. Hè? Dus ik hoop dat u ook wat begrip met mij dat u wilt opbrengen. Dat u ook zult zeggen van, nou goed, hè, fantastisch, hè, prachtig wat u allemaal te horen krijgt. En gedoog mij, hè, dat wil ik u vragen. Ja goed, ik heb het al gezegd, een jubileum event, 25 jaar. Ja, hoe wil je dat dan gaan organiseren? Wie wil je dan uitnodigen? Die uitnodiging hebben wij bewust naar een aantal mensen, groepen, hebben we dat gestuurd. En die groepen wil ik toch even kort toelichten. Allereerste groep, en misschien is het toch wel de belangrijkste groep, ons personeel. Want ons personeel, hè, wij kunnen als directie kunnen nog zoveel willen, en we kunnen nog zoveel proberen, en we kunnen best wel eens hoog van de toren blazen, maar zonder ons personeel zijn we niks. He, ons personeel, dat is de vertegenwoordiger van Visser en Visser. Visser en Visser, het personeel is het gezicht van Visser en Visser. En ik weet niet of jullie elke keer willen klappen, maar zou jullie daar in ieder geval voor willen applaudisseren? Ja, en dan als tweede, onze klanten, onze relaties. Ja, hartelijk dank dat jullie altijd ons hebben gesteund, dat wij onze diensten mochten aanbieden, dat wij steeds maar weer onze nota mochten sturen, laat ik het even zeggen. Altijd fijn en goed, hè, om met elkaar te spreken, te sparren. En natuurlijk, hè, we zijn vanuit een economisch principe zijn wij tot elkaar eigenlijk veroordeeld, hè, ik hoor het al. Maar je probeert daar ook wel de persoonlijke touch in te krijgen. En er gaan ook heel wat persoonlijke zaken gaan daar over tafel. En daarvoor zeggen we jullie ook hartelijk dank dat jullie altijd het hebben gebracht. Dat jullie ons hebben gewaardeerd, dat jullie ons hebben geaccepteerd. En dat jullie trouw zijn gebleven. Ja, ja. En daar zijn de relaties bij inbegrepen. En als laatste, de familie, de gezinnen om ons heen. Zowel bij het personeel als bij de directie.
Ja, jullie moeten ons altijd nog wel eens missen. Dat is nog wel eens eventjes lastig om dat allemaal goed te organiseren. Dat betreft hebben jullie aan de andere kant ook wel weer hele soepele mensen, zeg maar, om je heen. Zeg maar, hè. Maar toch wel dank voor het begrip, zeg maar, wat jullie altijd hebben opgebracht. Dus ook daarvoor een applaus naar Clint Zilver. Goed, mijn speech, maar ja goed, ik zeg ook, ik heb altijd gezegd, van, ja, ik krijg dan een schema mee en dus, mijn speech mag ongeveer 5 minuten duren. Dus, maar goed, daar hou ik me nooit zo aan, dus ik hoop dat jullie nog eventjes geduld hebben. Voordat ik nu ga starten, ja, nog even een uitleg, wat gaan we vanavond zien, hè, want ook daar is een bedoeling in. Allereerst muziek. En waarom muziek? We hebben gezegd, ja, muziek, hè, muziek bindt. En muziek inspireert. En daarom is het belangrijk om muziek te horen. He, je kunt soms moeilijk samen spreken, maar naar muziek luisteren is iets moois, iets unieks. En vandaar ook muziek als eerste. Als tweede, een spreken over het historische, he, de geschiedenis. En dat betreft weten we ook allemaal dat het heel belangrijk is om altijd weer te kijken naar de geschiedenis, te luisteren naar wat er in de geschiedenis is gebeurd, heeft plaatsgevonden, omdat de geschiedenis zich vaak herhaalt. En het is dat betreft belangrijk om te leren van de geschiedenis. En als laatste het woord, en niet het minst belangrijke, zeker niet, wij zouden zeggen het belangrijkste, het woord, en u zult velen met mij zullen begrijpen dat het een associatie is naar onze christelijke achtergrond, van waar wij onze inspiratie vandaan halen. Dat zijn de aspecten die u vanavond ook zult horen en zult beleven met ons. En ja, we hebben net al eventjes daarna verwezen. Hè, we hebben Sinfonia Rotterdam bereid gevonden om hier te spelen. Ze noemen het wel het Kamerorkest van Rotterdam. Daar moet je dat betreft wel een hele grote kamer hebben, denk ik, om ze dat betreft te kunnen ontmoeten. Maar het is het Kamerorkest van Rotterdam. Ze zijn hier heel vaak te vinden, maar niet alleen hier, maar ook in het buitenland. Staat onder leiding van dirigent Conrad van Alphen. En we zullen straks hele mooie muziek ten gehore krijgen. En niet alleen zij, ook Martijn en Stefan Blaak, die zullen straks binnenkomen. Ik weet nooit precies hoe dat allemaal loopt, hè, maar ze zullen best vanzelf straks binnenlopen. En die gaan dan achter de piano zitten. Martijn Blaak en Stefan Blaak. En voor u eventjes, op mijn briefje staat, Martijn heeft blond haar. Dus Martijn is degene met blond haar. Ja, voordat ik nu ga stoppen en hen laat musiceren, zij gaan voor ons spelen Concerto voor Two Pianos en Orchestra van Francis Poulenc. En dat betreft is het een weinig originele tekst, hè, want de titel, zeg maar, Concerto voor Two Pianos en Orchestra, ik zal het even vertalen. Het is een concert met twee pianisten, twee piano's en een orkest. Hè, dat is eigenlijk wat het staat. Ik wens u veel luisterplezier.
Thank you.
ga nog eventjes zitten, denk ik. Ik sta hier wat onhandig, maar ik zal wel even vol praten. Kaartje 6 heb ik niet meer nodig, want het is bloemen uitreiken aan Stefan en Martijn Blaken. Dat is net gebeurd. Dus ik moet hem even vol praten. Ja, dat betreft ook weer de verbinding, hè, met vissen en vissen. Denk je, ja, wat hoor ik nu naar Stefan en Martijn Blaken? Net weggegaan, maar toptalenten. En die hebben ooit ook een beurs gekregen. En die beurs heette de Verzoening. Nou, daar hebben wij ook wel wat gevoel bij. Als meer een deel van de aanwezigen. Dat is de eerste verbinding. De tweede verbinding, als je het prachtige orkest hoort, Sinfonia Rotterdam. Die biedt ook veel kans aan jonge muzici. Geven de talenten van de toekomst veel kans om haar talenten te ontwikkelen. En ook dat proberen wij ook steeds in onze organisatie te bewerkstelligen. En als laatste dan denk je, ja, dit stuk, hè, kan ik dit stuk ook nog een beetje aan elkaar breien, dat dat ook nog met vissen en vissen te maken heeft. En toen ben ik gaan googlen ten aanzien van Polenk. Hè. Dat betreft is het misschien wel even goed om te vertellen, ik moet dit aan elkaar praten over deze muziekstijl. Maar ik weet eigenlijk niet zoveel van, dus dat betreft ben ik net als een analfabeet die moet gaan voorlezen. Dus dat betreft probeer ik ook maar iets. Maar ik heb in ieder geval gegoogeld op Polenk. Hè. Wat is het nou voor persoon? En ik heb gekeken, humor, anekdote, Polenk. Nou, daar vond je niks op. Dus dat betreft is het een serieuze man geweest. Nou, dat hoort erbij. Hè. Dus dat associeert ook wel iets met ons. Polenk was wel, misschien wel, ook dat is wel weer eventjes bijzonder. Waar we zeggen, hey, dat heeft toch wel weer wat raakvlakken met ons. Namelijk het volgende. Polenk, men dacht eigenlijk, hè, als je naar melodieën kijkt, dan was men wel eigenlijk uitontwikkeld, dacht men. En Polenk die organiseerde het zo, ontwikkelde het zo, dat er toch dit soort muziekstukken uitkwamen, dat het uiteindelijk toch weer vernieuwend was. Nou, zo proberen wij ook telkens weer vernieuwend te zijn. Hè, dat betreft is dit geen marketingpraatje, maar nou ja, het zou niet gek zijn, hè, als dat toch ervan kwam. Ja, tot zover even dit gedeelte. Hè. Straks mag u nog iets horen van dit orkest. Maar dan gaan we nu naar het volgende onderwerp. En het volgende onderwerp, het volgende onderdeel, dat is de historie, hè, de geschiedenis. En eigenlijk zou ik zeggen, ik heb hem als eerder gehoord en daar dacht ik eigenlijk van ja, wie zou dat niet beter kunnen doen dan Herman Pleij. Herman Pleij, ja, ik heb maar een gedeelte eruit gehaald, hè. Die is hoogleraar middeleeuwse letterkunde. Schrijver van vele werken, ontzettend veel lezingen, maar is nog ontzettend veel meer, heb ik gelezen. Ja, ik zou hem het woord willen geven om ons door 5 eeuwen welvaart heen te helpen. Het woord aan Herman Pleij. Dames en heren, goedenavond. Ik moet het even gezellig maken hier. Op mij. Ik ben namelijk erg bewegelijk en dat zeilt er dan straks helemaal vanaf. Ik ben het pauzenummer. De pauze duurt 20 minuten. Dan weet u waar u aan toe bent. En ik ga met u praten over het feit dat wij rekenmeesters zijn van nature. We zijn ook kooplieden, we zijn ondernemers. Maar we zijn vooral pragmatici, rekenmeesters. En dat is misschien de brug naar mijn aanwezigheid hier. De eerste vraag die ik met u stel is, waarom zijn hier eigenlijk mensen in deze moerasblubber gaan wonen in het begin vroege middeleeuwen? Plaats genoeg in Europa, vooral veel droge plaatsen. Maar waarom nou uitgerekend hier, waar je constant problemen met het water hebt, waar je het water moet bestrijden enzovoort. Nou, daar lagen vele argumenten en overwegingen aan ten grondslag. Ook theologische opvattingen van dat wij hier de schepping zouden moeten voltooien. Maar het was tegelijkertijd ook de pragmatiek van de calculerende ondernemer die zag dat dit een voortreffelijk punt was, een strategisch punt om handel te bedrijven. En dat is waar wij zo welvarend van geworden zijn. Internationale handel. Niet alleen door langs de kusten te varen. U weet, handel is water, waterwegen, tot ver in de 20e eeuw.
maar ook door de rivieren, de kanalen die we aanlegden, de beken. Overal was water en dat betekende dat je overal kon komen. Het Baltische gebied langs de kust tot in de Middellandse Zee en het binnenland in langs onze rivieren. En dat heeft in dit wonderlijke gebied, dat ook altijd tegen het water blijft vechten, ook een van de meest dichtbevolkte streken van de wereld gemaakt. Wat toch heel wonderlijk is. Van meet af aan waren hier allerlei mensen betrokken bij het droogleggen en exploiteren van het land. Ook veel monniken in de middeleeuwen, later dominees die zich onderaannemers van God noemden. Ook dominees deden dat van harte, omdat ze het gevoel hadden dat ze iets moesten perfectioneren. We hebben het land zelf gemaakt in die zin. We hebben elke vierkante meter vervolgens onderworpen aan ons beheer. Er is geen land ter wereld dat zichzelf zo totaal beheert. We nemen het land ook voortdurend op de schop. We spitten het steeds om. Geen land ter wereld wordt zo vaak omgespit als Nederland. Dat is echt heel opvallend. We hebben het inmiddels zelf gemaakt, dus we mogen dat ook doen. We hebben alles nog eens samengevat in Madurodam voor de overzichtelijkheid. Dan weet je waar je moet ingrijpen. We hebben in dit land geen natuur, zoals u weet. Dat hebben we ook allemaal zelf gemaakt. U denkt misschien de Hoge Veluwe, dat is toch een prachtig natuurpark. Dat heeft niets met natuur te maken. Dat is één groot uitgevallen kerststukje met wat antennegroen, wat mooi helmgras, veel mos. Hier en daar een decoratief hert er tussendoor. Ook een roedel zwijntjes jagen we van tijd tot tijd er langs. Komen er te veel zwijntjes, dan roeien we de helft daar weer van uit. We beheren dat totaal. En u kent in heel Nederland ongetwijfeld het verschijnsel van de sierrunderen. Het woord zelf geeft al aan dat ze gecreëerd zijn. Dat zijn die leuke beesten die je overal in Nederland aantreft. Met dat pony zo voor hun gezicht. Komen van de Schotse hooglanden of van de Argentijnse pampa's. En als je fietst en je komt ze tegen. Ik hou erg van fietsen, ik woon in het Gooi en daar hebben we ze ook. Als je er zo in tegenkomt, dan kijkt hij je zo stom verbaasd van onder zijn pony aan. Waar ben ik? Waar ben ik? Je bent in Nederland. En we vinden je leuk staan. Maar in Nederland zijn de dingen nooit alleen maar leuk. Ze moeten ook nuttig zijn. We zijn het land van de koopman en de dominee. De pragmatiek is altijd aanwezig. Het zijn ook, zoals u weet, gratis maaimachines. Wij hebben het land totaal bewegwijzerd. Werkelijk, dat is waar buitenlanders zich altijd enorm over verkneukelen. Die vinden dat enig. Dan loop je een zogenaamd bos binnen en dan vind je een overdaad aan pijlen, routes. Je wordt voortdurend alle kanten opgestuurd. Ook nog illegaal met allerlei kinderpartijtjes die ook tijdelijk ook allerlei pijlen aanbrengen. Je struikelt over de richtingen. Je weet gewoon niet waar je naartoe moet. Maar je komt er vanzelf altijd wel uit. Ook natuurgebieden in Nederland. Ik woon vlakbij de Naardenmeer in de oudste natuurgebieden van Nederland. Die praten ook tegen je. Als je daar binnen fietst naar de meer, dan krijg je eerst een groot bord van harte welkom in onze natuur. Dat is een merkwaardige mededeling, maar goed, dan ga je erin. En als je er dan weer uitrijdt, dan staat er ook weer een bord. Hartelijk bedankt voor uw belangstelling. Onze omgang met de natuur. We hebben alles buitengewoon beregeld. Daar zijn we overigens ook beroemd om in de wereld. De beregeling, de bewegwijzering van Schiphol bijvoorbeeld, is een model voor luchthavens in de hele wereld. Maar dat geldt ook voor onze oude binnensteden. Ik was nog niet zo lang geleden, liep ik in Edam rond. U weet wel, zo'n prachtig, klein, leuk, Hollands, oud stadje. Met mooie monumenten. En daar liepen ook allerlei toeristen rond. Natuurlijk Amerikanen ook weer in ploegverband. En op een gegeven moment kwam een Amerikaan naar mij toe. En die zei, where is the exit? En daar moest ik even over nadenken. Maar toen begreep ik, het kwam op hem over als een themapark. Zoals hij dat gewend was, een soort Disneyland, en dat had in Nederland ook, en dat noemden we in Nederland Edam. Nou ja, daar kwam het ook niet. Vanuit die situatie hebben wij navenante mentaliteiten ontwikkeld. We zijn daardoor tolerant geworden, gedoogzaam. Dat kun je heel mooi inpakken en verpakken, maar daar ligt toch allereerst de pragmatiek van het koopmanschap achter. Als je
primair leeft van internationale handel, dan word je vanzelf inschikkelijk en dan ga je gedogen. Je drijft in principe met iedereen handel. Dat dat een pragmatische tolerantie is, dat doet overigens niets aan de effecten af. Wij zijn het sterkste immigratieland van Europa en hier hebben zich eeuw in, eeuw uit mensen aangemeld die ontplooiingsmogelijkheden hadden. En die mogelijkheden lagen ook ervoor opgeschikt. We zijn dus rekenmeesters, ze willen alles heel nadrukkelijk beheren. Dat is ook de VOC-mentaliteit. Moet ik dat toch even ter sprake brengen. Zelden is een politicus meer achtervolgd met een uitspraak als Balkenende toen hij in zijn mond nam de VOC-mentaliteit. Het hele land viel over hem heen. Een beetje overdreven, maar de essentie daarvan is toch anders en ligt in de lijn van wat ik tot nu toe verteld heb. Hij bedoelde, er moet elan in het bedrijfsleven komen. Het bedrijfsleven is wat ingestukkeld. Kijk naar de Gouden Eeuw, toen wij woest avontuurlijk de zeeën bevoeren. Toen we echt durfden. Hij dacht aan die dingen. De VOC-mentaliteit, Verenigde Oost-Indische Compagnie, gesticht in 1602, was nou juist precies het omgekeerde. Die wilde juist veel meer risicobeperkend optreden. Want wat was het geval? Vanaf de late middeleeuwen trokken schepen in hun eentje naar de oost. En de kans dat er terugkwam, zo'n schip met rijke lading, was zeer beperkt. Nog geen 20% keerde terug. Onderweg kon van alles gebeuren. Dus ongelukken, scheurbuikkapers. Ook een bemanning die dacht, als ze eenmaal rijke lading hadden, waarom zouden we weer naar huis gaan? Laten we ergens anders naartoe gaan. Alles deed zich voor. En in die situatie, aan die situatie, probeerde de VOC een eind te maken door te zeggen, wij moeten gewoon veel pragmatischer optreden, we moeten de risico's beperken en de winst moeten we maximaliseren. En dat deden ze bijvoorbeeld door het systeem uit te vinden van het partageren. Niet in je eentje één schip uitrusten, maar met z'n tienen 10 schepen. En komt er dan nog maar 20% terug, heb je toch met alle 10 voordeel, nog steeds winst. Ja, er vallen wel een hoop doden, maar dat is weer een andere zaak. Het was heel pragmatisch, zoals men daarover dacht. En daar kun je dus ook over doordenken. Wij zijn erg egalitair ingesteld. Dat heeft ook te maken met die nederzettingsgeschiedenis. Wij hebben die feodaliteit, dat was dat middeleeuwse systeem met zo'n piramide, een keizer, een vorst aan de top en dan vertakte zich dat zo naar beneden. Bij ons was het eigenlijk al meteen vrije boeren, vrije ondernemers, monniken, later dominees die op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om de tafel gingen zitten en eruit moesten komen. De waterschappen zijn daar een bekend voorbeeld van. Al in de 12e eeuw ontwikkelt zich dat democratisch, tussen aanhalingstekens, dat democratische systeem. En u weet, we hebben die waterschappen nog steeds. En daar hebben we geleerd in die waterschappen om enorm ruzie met elkaar te maken, maar het wel op te lossen. En dat is heel belangrijk. Hebben we uit het koopmanschap geleerd om inschikkelijk te zijn, pragmatisch, om een midden te vinden, een compromis te sluiten. Dan hebben we dat uit die waterschappen hebben geleerd dat er een drang was, dat je dus allerlei meningen kon hebben en dat je die moest kunnen uiten, maar dat je op een gegeven moment wel de koppen bij elkaar moest steken en zeggen van nu doen we het zo. We hebben nog eens notulen bewaard uit de middeleeuwen van die waterschap. En dan zie je dat ze inderdaad fantastisch ruzie met elkaar maken. Jij moet meer belasting betalen, want jouw koren groeit hoger. Dat komt omdat ik veel harder werk dan hij. Jij moet s'nachts waken lopen, want jij bent de jongste van ons. De nachtwaken op de dijk. Weet je dan niet dat ik een houten been heb? Heb je een houten been? Maar zie dan. Ik laat aan jou mijn houten been zien. Kom nou gauw. Enfin, dat kakelt maar door. Dat gaat maar door. Totdat iemand zegt, we moeten nu wel een besluit nemen, we moeten wel verder, we moeten door één deur. Want anders staan we de volgende dag weer tot onze nek in het water. Dus die pragmatiek van gedwongen besluiten nemen, want anders houdt het op. Die zit er heel sterk in, dat schept mentaliteiten waar wij de directe erfgenamen van zijn. We hebben daardoor een enorm talent ontwikkeld voor ruzie maken en ook een enorm talent om compromissen te sluiten. Dat heet in Amerika heet dat sinds enige tijd Going Dutch, met een uitroepteken. 2 jaar geleden was dat de kop in de Financial Times in Amerika. Going Dutch als aanbeveling. En dat lag in Amerika in die angstaanjagende situatie die zich daar steeds vaker voordoet van governmental close down. U weet, ze hebben daar 2 partijen met nog zo'n malle Tea Party daarbij.
En die zijn niet bezig om naar een compromis te werken, maar die zijn bezig om elkaar te verdelgen. Die willen elkaar uitroeien gewoon. En dat gaat zo ver dat op een gegeven moment de jaarbegroting niet wordt aangenomen. En dan gaan overheidsgebouwen dicht, zorginstellingen, musea, noemt u maar op. En dan, nadat dat een tijdje gebeurd is, dan eindelijk wordt er weer een noodoplossing bedacht en gaat men verder. En dat is gevaarlijk voor die Amerikaanse economie en eigenlijk daardoor ook voor de wereldeconomie. En daarom zeggen ze, going Dutch, kijk eens naar die Nederlanders, kijk eens hoe die dat doen. Die kunnen ook fantastisch ruzie maken, maar die komen er altijd wel uit op een bepaald moment. Overigens is dit weer een van de eerste keren dat Dutch in Amerika positief gebruikt wordt. Het is sinds de Engelse oorlogen uit de Gouden Eeuw, uit de 17e eeuw, voortgezet in Amerika, is daar dus een sport ontstaan om Dutch te gebruiken voor alles wat niet deugt. Inhalig volk, gierig, bedweterig, de Dutch uncle die altijd weet hoe het moet in de wereld. Dus wat dat betreft, zelfs een keer Dutching the food. De Washington Post had 10 jaar geleden ongeveer een keer een enorme kop en die luidde Dutching the food. Hadden ze er een werkwoord van gemaakt. Wat was het geval? Een keten van supermarkten had daar een techniek ontwikkeld in Amerika om voedsel dat tegen de houdbaarheidsdatum aanliep nog enkele dagen te rekken door het onder ultraviolette lampen te plaatsen en de datum te wijzigen. En dat noemen ze in Amerika onmiddellijk Dutching the food. Die linkmiegels, hè, die weten het onderste uit de kanten schrapen te doen. Nou, dat is heel erg bekend. Nu, going Dutch, dat was dus positief bedoeld. En ze bedoelde bijvoorbeeld de manier waarop wij regeringen maken. Coalitieregeringen hebben we altijd. In dit land is nooit één partij of één persoon de baas. En dat is een enorm voordeel. We hebben altijd veel deelname. Veel mensen die zeggen hoe ze vinden dat het moet. En in die situatie zijn we tot van alles in staat. We hebben zelfs nu een regering die bestaat uit de twee uitersten die ideologieën in het Westen hebben voortgebracht. Liberalisme en socialisme. Echt heel opvallend. En die kunnen dus toch met elkaar kennelijk regeren. Dan hebben ze allerlei steuncoalitie bedacht. En steun, noem maar op. Maar het is toch kennelijk mogelijk wat je elders in de wereld niet kunt aantreffen. Dat dat zo gebeurt. Binnen die situatie, en u weet ook hoe dat gaat. Verkiezingen in Nederland betekent altijd zwaar schelden over en weer. Leugenaar, draaikont zijn gebruikelijke termen. Waarbij ze altijd erbij zeggen, ja, niet persoonlijk bedoeld. Wat een merkwaardige toevoeging is trouwens. Maar gewoon, draaikont, ja, niet persoonlijk bedoeld. Ja, hoe dan? He, dus maar goed. Er was, doet een beetje denken aan die twee maffiabazen. Waarbij de ene maffiabaas de andere zijn keel afsnijdt en daarbij zegt, nothing personal. Ja, jammer, dat is toch gebeurd dan. We zitten om de tafel en dat is buitengewoon essentieel dat we in die situatie met elkaar niet alleen kunnen afreageren. En u weet, dat is de situatie die zich in heel Nederland voordoet, vanaf de korfbalclub tot aan de ministerraad in Den Haag en alles daartussen. Je kunt je uiten, veel mensen kunnen zich uiten over van alles, heel belangrijk. Er wordt ook een draagvlak gecreëerd achter die tafels, maar het belangrijkste is wat daar gebeurt en dat is de essentie, een kenmerk van Nederland, dat is de ideeënrijkdom. Dit land kent een enorme ideeënrijkdom. En dat komt omdat er zoveel mensen betrokken zijn en zoveel mensen betrokken blijven. In meer hiërarchisch geordende samenlevingen, daar zie je dat mensen, de top is heel smal, dat er veel mensen afvallen, die worden niet speciaal ongelukkig, maar die doen niet meer mee. Terwijl in Nederland zo'n opvatting over de top, hoezo top, wat top, allemaal top, oppie, toppie. We hebben helemaal niet dat sterke gevoel zo van iedereen trekt overal zijn mond over open. Wat er ook gebeurt in Nederland, meteen zijn er extreme meningen van allerlei aard. Iedereen roept hoe het moet enzovoort. Zeer opvallend en dat onderscheidt ons ook heel erg. U ziet dat bij alles wat er gebeurt in dit land, een enorme deelname, overigens ook bij rampen. Een afgrijzelijk vliegtuigongeluk gebeurt zich ook, dat iedereen wat wil doen. Op een of andere manier daarbij zich wil uiten, betrokken wil zijn, zich wil tonen, solidair wil zijn. Enfin, dat is heel kenmerkend. Meestal uit het zich in de vorm van ruzie. En dan bedoel ik niet speciaal de Zwarte Piet discussie, maar je ziet het ook op onderdelen die we over het algemeen ook weer snel vergeten. 2 jaar geleden was er in Nederland ook een enorm
oproerend debat over Finvis Johannes. Ik weet niet of u zich dat nog kunt herinneren. Zo'n groot beest, walvisachtig type, bleek later over zijn vrouw te zijn, Johanna. Maar goed, gaf ook weer opwinding. Daar bemoeit iedereen zich ook mee, met heel extreme meningen. Nu spoelt er in Nederland vanaf de vroegste tijden, zolang wij weten, zo gemiddeld één keer per jaar zo'n grote vis aan op onze stranden. Die vis is meestal heel oud, of heel ziek, of heel moe, en die wil eigenlijk gewoon dood. Dan moet je niet aanspoelen op een Nederlands strand. Het hele volk begint te rukken, te trekken, te hijsen, te sjorren aan dat beest. Er zijn de meest extreme meningen van moet zo, de dierenpartij bemoeit zich ermee, de sardine-inblikmaatschappij bemoeit zich, iedereen bemoeit zich ermee, allemaal een mening. Er was zelfs één extreme mening die ik ook wel leuk vond. Er was iemand die zei, groot gezag, de hele Nederlandse kust, de Waddeneilanden inbegrepen, moeten om de kilometer vaste hijs- en trekinstallaties hebben, mocht er ooit een vis aanspoelen. Nou, dus dat gebeurt dan, het doet iedereen mee, de klanten, opinies, plaatshows allemaal. En dan worden de koppen bij elkaar gestoken, is het lang genoeg geweest. En dan zeggen ze, dan komt er een protocol. In Nederland komt er dan altijd een protocol, heet dat. De protocol, en dan hebben de rekenmeesters weer het protocol. Is er nu voor aangespoelde vinvissen, bestaat uit 40 artikelen. Artikel 1, niet weglopen, nou ja goed, het gaat zo door. Er is ook al een protocol voor als u een wolf ontmoet. De eerste wolf moet nog Nederland binnenkomen, maar er ligt al een protocol klaar wat wij dan gaan doen. Dus die wolven kijken wel uit om hier binnen te komen, maar dit is al helemaal zo'n ding, daar kun je niet aan beginnen. Veel ideeën, dat zei ik tegen u, en dat is heel essentieel. Want daar komt uit voort dat wij vanaf de vroegste tijden, vanaf de middeleeuwen tot nu, zo ontzettend veel op tafel hebben gelegd in de wereld. Dat is echt heel opvallend. En dat is niet alleen maar op het gebied van de beeldende kunst, maar het is ook economie, dat is waterbouwkunde, dat is architectuur, dat is design, dat is sport. Dat is echt heel opvallend. Dit land heeft ook 25 Nobelprijswinnaars voortgebracht vanaf het begin van de 20e eeuw. En ook dat is opvallend. En het is die ideeënrijkdom van met z'n allen op tafel zitten, elkaar uitdagen. En met al die extreme meningen van het moet zo, hoe haal je het in je hoofd, ben je dit en hup. Die houding die is heel vruchtbaar. Dus ruzie maken, hou dat er goed in. Lok elkaar, provoceer elkaar. Want daar komt die ideeënpermanente denktank uit voort die dit land zoveel welvaart heeft bezorgd. Want dat is heel opvallend. Een land dat al zo lang in een hoge maat van welvaart en welbevinden zich bevindt. Dat is echt, dat kun je nergens aanwijzen, al 7 eeuwen lang. En dan niet omdat hier zoveel miljonairs woonden, maar omdat heel veel mensen, vroeger kon je dat uit de literatuur afleiden, nu uit enquêtes, laatste eeuw zeg maar, dat zoveel mensen, hoog percentage van de bevolking, het gevoel heeft dat ze aan hun trekken kunnen komen. Dat ze hun talent zich kunnen ontplooien. Dat ze hun talenten kunnen benutten. Dat er niemand van boven is die zegt je moet zus doen of je moet zo doen. Dat je zelf die autonomie hebt. Dat is heel essentieel. Wat gebeurt er verder rond die vergadertafel op een gegeven moment met al die extreme meningen? Op een gegeven moment zegt iemand de schoorsteen moet wel roken. We moeten wel door één deur. Dat is het eerste waar ze dan over eens zijn aan tafel. En dan wordt er een compromis in elkaar geklutseld waarvan je het volstrekt onmogelijk hield dat dat ooit zou kunnen, gehoord hebbende al die extreme meningen. Gaat het goed met het besluit, dan zijn de betrokkenen trots op het feit dat ze daar zo hard voor gevochten hebben. Gaat het slecht met het besluit, dan kan elk van de betrokkenen zeggen, het is ook niet precies wat ik bedoelde. En dat is ook een voordeel van die Nederlandse besluiten, dat ze ook heel pragmatisch zijn. Ze krijgen ook meestal als hoogste waardering, daar kan ik wel mee leven. Hoger kan je Nederland niet halen met een besluit. Nou, heel mooi. Die situatie van die grote welvaart en dat welbevinden, u kunt dat in internationale OESO-rapporten lezen. We staan altijd in de top 3. De gelukkigste kinderen, het beste onderwijs, altijd staan we in de top 3. Er loopt wel eens zo'n Scandinavisch land doorheen, maar wij zitten altijd er ook bij. Dat is erg opvallend. Je kunt dat overigens niet beluisteren aan Nederlanders zelf. Ik ben nu bezig met de afsluiting, dat u zich geen zorgen maakt. Glijn langzaam naar de afsluiting. Bij Nederlanders kun je dat niet vaststellen. Er zijn vele enquêtes en
Nederland kenmerkt zich ook, en dat is ook wat buitenlanders opvalt, door het feit dat ook hier sterk gedemocratiseerd is. Het klagen, jammeren, kritiek uitoefenen, kankeren, schelden op het eigen land. Niks deugt hier. Waardeloos land. Verbijsterend dat je er woont. Ja, ik woon hier nog, want mijn kinderen zitten hier, maar anders was het al lang weg geweest. En die houding is in Nederland zeer algemeen. Je kunt hem meten in de enquêtes van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat is dit belangrijke overheidsinstelling die voortdurend van alles meet. Onder andere één keer per twee jaar wat Nederlanders van hun land vinden en wat ze van de toekomst verwachten. In die enquête wordt op bijna alle vragen zwaar gescholden. Dat is al vanaf het begin van de jaren 60. Er komt ook altijd dezelfde uitslag uit, dus je hoeft die hele enquête niet meer te houden. Het is meer een ritueel waar wij aan hechten. Wat vindt u van de regering in Den Haag? Zootje zwakzinnigen die geen normaal beroep kunnen vinden. Dat niveau, laag niveau. Wat vindt u van de zorg? Grote bende oplichters die alleen maar bezig zijn met hun eigen voordeel. Het bloed onder je nagels weghalen. Ja, het verkeerde bloed dan. Als je iets krijgt in dit land, maak dat je in België of Duitsland komt om nog een kans op genezing te hebben. Oh nee, daar kun je niet komen. De wegen zitten verstopt, de files zijn zo te stom om op te lossen. Verder, wat verwacht u van het land over 25 jaar dat het wegzakt in de blubber? Kijk maar, in Amsterdam is het al begonnen bij de metro en in Oost-Groningen dondert de boel ook in elkaar. Dus die houding. En dan volgt de laatste vraag. En de laatste vraag die luidt: hoe zou u tot slot uw persoonlijk welbevinden omschrijven? En dan antwoordt al vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw tussen de 82% en 87% zeer tevreden. Dat kan niet, dat kan niet. Maar wij weten precies wat dat is. Dat is het decentrale, het autonome van Nederlanders. Die ontzettend goed zijn in saamhorigheidsrituelen, maar verder zich zeer individueel kunnen opstellen. Het een staat in verband met het ander. Het een roept het ander als het ware op. Hoe individueler we ons gedragen, hoe sterker ook die behoefte aan saamhorigheid wordt. Het is een soort evenwicht waarin we al even lang ons bevinden. Ik sluit af door te zeggen dat ik het niet zal hebben over de botte Hollander, die als het ware in Rotterdam is uitgevonden. Zoals u weet, recht voor zijn raap. Zo noemen wij dat. Voor ons is dat een deugd. Dat wij, maar in het buitenland is dat al eeuwenlang een bron van opwinding. Botte Hollanders die alleen maar aan koopmanschap denken. Dat is het verwijt. En die geen manieren kennen. Daar zit iets in. Manieren, gaat u voor, hoe gaat het met u? Dat soort gedrag, dat heeft zich ontwikkeld in hofculturen in de middeleeuwen. In Engeland, Burgondische hof, in Frankrijk, dat soort hoven. Wij hebben nooit hoven van betekenis gehad. Wij zijn echt kooplieden, dus bij ons duurt dat allemaal veel te lang. Allerlei gedoe. Iemand als Erasmus, uw grote voorvader, een van de grootst levende, geleefd hebbende mensen in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, rond 1500. Deze Erasmus, die zeer internationaal is, in Europa rondreist, zoals u weet, die krijgt op een gegeven moment, hij heeft kritiek op alles, op de katholieke kerk, zijn moederkerk, maar ook op het protestantisme. Tegen Luther gaat hij tekeer, hij gaat tegen wereldse instellingen tekeer, tegen keizers, koningen. Enfin, hij blijft onafhankelijk in zijn talloze geschriften, in zijn redenvoeringen die hij hield. Deze Erasmus die roept steeds meer vijandschap op in Europa en men verwijt hem dat hij uiteindelijk toch ook een botte Hollander is. Die voortdurend maar zegt wat hij van alles vindt, want dat is het punt daarbij. En dan schrijft hij een prachtig stuk terug, Erasmus, en dat stuk dat komt erop neer dat hij zegt: ik wou dat jullie allemaal botte Hollanders waren in Europa, want dan wist ik wat ik aan jullie had. Als ik jullie ontmoet, dan steken jullie pluimen op mijn hoed en jullie steken mij veren in de rug. Maar zo gauw ik mij omkeer, dan voel ik een dolk in mijn nek. Ik kan jullie niet vertrouwen. Waren jullie maar net zo bot als mijn landgenoten en ik. En dat is een heel prachtig stuk. Vandaar dat wij dat ook recht voor zijn raap noemen. Onze oud-minister De Jager had daar nog een boodschap aan. Ik weet niet of u die zich nog herinnert. Van het vorige kabinet, minister van Financiën. Buitengewoon actieve man die als een speer naar Brussel altijd ging. Minister van Financiën met zijn collega's sprak. En daar steeds meer agressie opriep. Hij heeft het zelf verteld nadat het kabinet gevallen was. Dat hij daar irritaties mee opriep. Omdat hij altijd meteen recht voor zijn raap begon over die 3% norm en de euro en dat soort zaken. En zo doen die ministers dat niet. Dan moet je eerst praten.
We komen elkaar voortdurend tegen en dan begin je eerst met van, hoe heeft u een goede reis gehad? Of wat hoor ik, was er een turbulentie, wat naar in het vliegtuig, ik hou daar persoonlijk ook niet van. Wat is uw dochter afgestudeerd? Oh, wat leuk, wat een, oh ja, in de, oh, is er gisteren een accountant geworden? Wat interessant, dan weet ik, in de buurt van Rotterdam weet ik nog een aardige stageplaats voor de, misschien dat, hè, dus zo kabbelt dat gesprek een tijd door en dan zeilt het met zo'n grote bocht uiteindelijk naar het onderwerp. Ja, doei, dat duurt allemaal veel te lang en zo. Dus hij begon meteen en hij vertelde hoe hij dat deed. Heeft in de krant een interview gezegd. Hij zegt, ik zeg gewoon, I am a blunt Dutchman and I say right for his rain, where it comes from. Hun probleem, zij zoeken het maar uit. Engels, dat moeten zij weten, niet mijn probleem. Vang er tegenaan. Nou, de wereld denkt daar nog steeds wat anders over. Ik sluit nu echt af. Ik zat laatst in Parijs in een café te werken. 'S Ochtends gewoon keurig café. Keurige dame achter de bar die koffie schonk en daar kwamen twee Nederlanders binnen. De kolonel binnen, die komen naar binnen, die marcheren zo naar binnen. Die roepen, de café! En die gaan zitten. Zo doe je dat niet in Frankrijk. En ook niet in de rest van de wereld. Nederlanders staan erom bekend dat ze nooit groeten in het buitenland. En dat vinden heel veel buitenlanden, vinden dat zeer beledigend. Je komt daar binnen en je zegt van bonjour madame. En dan zegt die mevrouw iets heel langs terug in het Frans, wat je niet helemaal kunt volgen, maar dat ook eindigt in iets van, qu'est-ce que vous voulez boire? En dan zeg je, mais bien sûr, nous désirons deux cafés, s'il vous plaît. En dan zegt ze, mais bien sûr, asseyez-vous. Ja, hallo, deux cafés. En ze doei, te veel te gaan doen. Dat vinden buitenlanders beledigend. Ook als u over de autoroute raast in Frankrijk en u staat bij een benzinepomp en u roept alleen maar plein. Dat moet niet. U moet zeggen ook tegen de pompbediende bonsoir. En dan zegt hij ook iets terug. Dat zijn omgangsvormen. En die duren ons veel te lang. Ik hou op, want ik overschrijd mijn tijd en ken dus kennelijk ook geen omgangsvormen. Ik sluit dus echt af. Wij doen met velen met alles mee. En dat is ontzettend belangrijk. En je moet onze politiek en het onderwijs, dat ook mensen goed in de race houdt, dus ook maar hopen dat die dat ook blijven doen. Provoceer elkaar, maak ruzie, maar maak pragmatisch ruzie. En maak het steeds goed en laat het uitmonden in een besluit. En doe dat dan in de geest van wat ik graag als nieuw motto onder het Nederlandse wapen zou willen zien. U weet, wij hebben zo'n wapen met twee van die leeuwen, zoals elk land dat heeft. Daar staat iets onder in het Frans. Vindt niemand erg trouwens in Nederland. Maar wie die is, je man, Jandré. Ik zal handhaven, zoals u weet. Maar wie die ik is en wat die helemaal zal handhaven, dat weet tegenwoordig vrijwel niemand meer. Dus mijn voorstel is om in de geest van een nieuw elan, provoceren, ideeën vormen, om in het kader van dat nieuwe elan daar een nieuw motto onder te zetten, namelijk moet kunnen. Dat is wat je overal hoort in Nederland. Ik zeg het zelf ook altijd bij de patatkraam en in Den Haag. Het betekent niks is onmogelijk en het betekent ook mijn laatste woorden. Ik ben het er zelf niet helemaal mee eens, maar het moet kunnen. Dank u wel. Dat jullie zich enigszins herkend in hetgeen wat Herman Pleij heeft verteld. Sommige aspecten dacht ik van, hij is volgens mij bij ons op kantoor geweest. Hij noemt dan van, ja, top, wat nou top? Nou, dan denk ik van, ja, als ik loop op kantoor, denk ik, nou, ben ik lid van de directie, geweldig. Dus wat nou top, zeg maar. Hè? Dus dat betreft had hij zo bij ons kunnen lopen. Ook de directievergaderingen gaan altijd zo weg. Ik vind dit en ik vind dat. En vervolgens is het dan opeens van, ja, we moeten er wel uitkomen. En dan moet het allemaal kunnen. En dan komen we er ook uit. Hè? En als laatste, die VOC. Hè? We hoorden ook eventjes over risicobeperking. Nou, dat is muziek in de oren. Hè? Dat klinkt ons wel goed. En administreren, registreren. Dat is heel belangrijk. Dus als jullie nu maandag of morgen willen bellen, hè, dan bel je niet meer voor een nieuwe BV, maar dan bel je over de VOC. Hè, dus dan kun je altijd bij ons aankloppen. Dat met betrekking tot Herman Pleij. En dan stonden we eigenlijk al net eventjes te trappelen, zeg maar, om het volgende muziek ter gehoor te brengen. Het is, moet ik eventjes
eventjes spieken hoor, wat het precies is. Dat was in ieder geval iets van nummer 35. En dat betreft het niet bij de Chinees, maar het is de symfonie nummer 35 van Haffner. En die krijgt u te horen. Nou had ik ook ergens gelezen, hè, weer Google, hè, want meer heb ik niet. Dus had ik ook weer gelezen van, nou, Haffner, hè, waar gaat dat dan precies over? En dan heb je ook nog een ander muziekstuk van Haffner. En daar zie je, daar hoor je, zie ginds komt de stoomboot tussendoor. Nou weet ik niet of dit het is, hè, dus dat is nog een verrassing. Maar als u een beetje creatief luistert, misschien hoort u dat ook hier wel in. In ieder geval hoort u nu symfonie nummer 35 van Haffner. Thank you.
Werkelijk prachtig en het doet mij van het hart hè, dat ik het wel opmerkelijk vind. Ik maak bewust een foutje dat het niet Haffner is, maar dat het natuurlijk Mozart is. Maar dan heeft maar één iemand het lef om te gaan staan en te zeggen dat het Mozart was. Dat is toch jammer hè, dat jullie dat niet corrigeren. Dat is werkelijk prachtig en ik wil hierbij ook even Herman blij naar voren om hem ook hartelijk dank te zeggen voor het gesproken woord. En de bloemen komen er denk ik ook aan.